Yo, wat up mensen, welkom terug bij een nieuwe video. Mijn naam is Jack en het gaat een hele korte video worden, maar ik heb het helemaal gek, jongen. Ten eerste, ik heb nieuwe banden waar ik super blij mee ben. Alleen, ik heb dus weer die storingindicator. Is logisch, maar dan heb ik hem gereset, weet je wel. Kreeg ik weer die melding. Dus ik denk van, ja, hoe kan ik nou weer die melding krijgen als het gewoon goed is? Keek ik dus, zat er in de ene band 2 bar en de andere 2.3. Dus ja, of er loopt de een leeg of ze zijn gewoon echt heel slecht met vullen. Ik denk het tweede. Dus ja, dat is echt afschuwelijk. Maar ik heb het wel even laten zien, dus ik zal even sturen. Ja, droog sturen, jongens, ik weet het. Houd je mond. En ik heb ook nog wel slechte nieuws. Oké, dus wat ik eronder heb gegooid. Ik heb hier de Nankan NS20 banden. Staat hier ook, de NS20 banden. Persoonlijk zelf heb ik deze gekozen omdat ik gewoon echt fan ben van deze banden. Ik heb ze ook onder mijn MR2 gehad en ja, ze rijden gewoon heel goed. En het kost ook niet te veel, weet je wel. Ik bedoel, normaal wou ik hier dus Michelin Sport S4 banden onder. Die waren €280 bijna per stuk. En ja, deze waren iets van €125 per stuk. Dus ik heb voor 2 voorbanden ben ik nou ongeveer €320 kwijt. Inclusief montage, dus dat is super chill. In plaats van bijna €500 tot €600. Dus ja, ik heb ze even goed ingereden en ze hebben lekker veel grip. Dat vind ik wel mooi. Alleen ja, dus toen liep ik even een rondje om mijn auto heen. En toen zag ik dus dat iemand gewoon me gebumperd heeft, om het zo te zeggen. Zoals je hier kan zien, ik heb hier dikke vette schade. En ik weet ook niet wat het is, maar ja, ik weet wel dat het schade is. Ik bedoel, de meeste mensen die mij al kijken weten wel dat dit niet zo heel extreem erg is, denk ik. Ik bedoel, volgens mij is het gewoon op de coating zelf. Dus je kan het er prima uitpoetsen, maar ja, het is wel zonde, weet je. Ik bedoel, ja, je moet gewoon een beetje rekening met elkaar houden. En dat je dan, ja, bij spreken wegrijdt zonder een briefje of iets. Ja, dat zal je allemaal altijd weer net zien, hè. Dat je dat soort volk krijgt. Weet je wel, ik bedoel, ik heb hier ook gewoon een dikke mooie Jaguar naast me. Nou, hou ik ook rekening dat ik afstand hou en dat soort dingen. En hetzelfde als voor dit. Ik bedoel, het hoeft niet alleen maar dure auto's te zijn. Deze Peugeot, weet je wel. Ik bedoel, ik steek hem gewoon 1 keer nog even recht vooruit. En 1 keer opnieuw naar achter. Zodat ik precies, dat hun allebei gewoon makkelijk hun deuren kunnen openen zonder gezeur. Weet je wel, dat zie je gewoon veel te weinig. Gelukkig doen ze het jammer wel prima. Maar ja, dat was wel een onaangename verrassing. Dat ik dus ja, schade op mijn auto heb hier. Het irritantste is, ik weet niet wanneer het gebeurd is. Want je ziet het zelfs hier. Dus ja, als ik heel eerlijk ben, ik denk niet dat het een, hoe heet het, is geweest. Een auto of zo. Want die kan dit nooit raken zonder dit helemaal te verneuken. Dus ja, ik denk gewoon een voetbal of zo. Maar daarentegen, ja, een voetbal kan niet zulke krassen maken. Dus ik heb echt geen idee. Ja, het is in ieder geval gewoon erg zonde. En ja, mocht het wel een voetbal zijn, voetbal gewoon niet bij auto's, weet je. Maakt niet uit hoe duur ze zijn. Maar dit is gewoon zonde. Ik bedoel, hier kan ik niks aan doen. Ja, misschien ga ik het zelf proberen weg te halen. Hier, zelfs mijn sensor is een beetje beschadigd. Maar ja, ik ga het gewoon proberen zelf weg te halen. En als dat niet lukt, ja, dan moet ik hem weg laten brengen. Ik bedoel, ik ben al riskverzekerd. Maar dat neemt niet weg dat ik nog wel €350 aan eigen kosten heb. Dus ja, mocht ik het zelf niet wegkrijgen en het moet echt helemaal opnieuw gespoten worden en dat soort dingen. Ja, dan ben je echt een duur grapje kwijt. Want zover ik weet, komen deze sensors, die worden niet gespoten. Dus dan zou je ook een heel nieuw sensorsysteem moeten kopen. Ja, dat is gewoon kut. Dat is gewoon zuur, weet je. Ben ik er juist zo zuinig op? Ik weet dat die nou een beetje vies is. Maar ik heb van deze blaadjes. En deze blaadjes, er staat bij mij thuis zo'n boom. En elke dag, ik bedoel, je zou het geloven als ik zeg dat ik hem 3 dagen geleden heb afgespoten. Ik bedoel, kijk hoe die eruit ziet. Maar ja, in ieder geval, ik ben wel blij met nieuwe banden. Dat scheelt zoveel. Normaal had ik als het regent, dat je hem voelde, ja, trekken, stuiteren, dat soort dingen. En ja, dit is gewoon veel beter. Nou voel je hem echt trekken. Zelfs in de regen heb ik gewoon grip. Like, wauw, dat is echt nieuw voor mij. Ik krijg zelfs een beetje een licht gevoel toen ik die auto kocht. Dat ze al bijna op de minimaal stonden van wat de banden mochten zijn. Maar ja, dat weet ik niet. Daar heb ik ook niet naar gekeken. Want ja, boeien. Boeien, Ruud, toch? Ik bedoel, we hebben nieuwe banden en het klopt allemaal. Alleen ja, van die schade. Dat vind ik wel echt jammer. Maar ja, het is gewoon zuur, weet je.
Maar ja, ik ben in ieder geval, ik heb nu nieuwe banden. Oh, het staat hier zelfs ingegraveerd. Hoe vet is dat? Nankang NS20. Nankang NS20. Fucking dik. Ja, dus ik ben eigenlijk voor deze banden gegaan puur omdat ik ze al, omdat ik er ervaring mee heb. Ze hebben goede waterafbrenging en dat soort dingen. Dus ja, dat lijkt me gewoon prima. Er komen binnenkort wat meer video's samen. Zoals de meeste mensen weten ben ik voorlopig nog wel heel even druk met mijn kantoor en mijn andere bedrijven opstarten. Plus, ik wil gewoon even wachten tot het wat lekkerder weer is ook. Want weet je wat, ik heb ook al vaker gezegd, ik heb geen zin om content uit te brengen als het niet nuttig is. Ik wil wel echt daadwerkelijk iets laten zien of jullie ergens mee naartoe nemen of dat soort dingen. Ik heb geen zin om een video uit te brengen van, yo, kijk hoe ik deze boterham smeer, weet je wel. Dat zit gewoon niet in me. Dat vind ik gewoon fucking saai om dat ook te doen. Dus ja, dan maar heel even wat minder video's. Maar ik probeer jullie gewoon de beste video's te geven. En ja, momenteel is het gewoon erg rustig in mijn leven. Ik ben hard aan het werk en dat soort dingen. Maar dan komt er al binnenkort verandering aan. Maar geef het gewoon even tijd. Ik bedoel, ik ga ongetwijfeld wat meer nemen. We hebben dus nu ook natuurlijk besproken met elkaar dat we de gamevideo's niet meer op dit kanaal gaan doen. Dus ja, als jullie dat wel willen zien, kan je naar Jack Armando Gaming gaan. Dat is mijn tweede kanaal. Is wel in het Engels gesproken. Dus dat je daar even rekening mee houdt. Maar ja, wat een plaatje. Oh ja, dat is prachtig. En ja, maar in de zomer gaan we dus natuurlijk heel veel dingen doen. Zoals ik ook al vaker heb gezegd, ik wil niet te veel verklappen van alle dingen die we gaan doen. Er gaan onder andere video's komen van, ik heb natuurlijk nog steeds een racekart. Gaan we gewoon leuk op het circuit racen. Misschien neem ik wat vrienden mee, kunnen we ook even een rondje rijden en dat soort dingen. En dat gaat echt snel, dat heeft gewoon 40 pk. En inclusief jou weegt zo'n kart ongeveer 160 tot 180 kilo, als ik me niet vergis. Dus ja, gewicht to ratio met pk is gigantisch. Dus ja, die dingen zijn fucking snel. Dat is natuurlijk ook heel leuk. Dat vind ik leuk content om jullie te laten zien. En uiteindelijk wil ik deze auto natuurlijk ook meenemen naar tuning evenementen. En dan lijkt het me ook heel leuk om drag race mee te gaan doen. Alleen ja, nu op deze manier hoe die nu standaard is, gaat die 6 seconden van 0 naar 100. En ik vind dat persoonlijk zelf iets te traag. Ik bedoel, ik hou van 0 naar 100. 0 naar 100 is echt mijn visie. En dan kan je zeggen, waarom koop je dan een voorwiel aangedreven auto? Omdat Honda is. En Honda, dat is mijn merk, weet je wel. Dus ja, maar daarentegen, ik bedoel, ja, ik ga deze auto natuurlijk nog heel veel, we gaan nog heel veel doen met deze auto. We gaan namelijk nog natuurlijk de intercooler doen. Even kijken, we gaan de intercooler doen. We gaan een nieuwe uitlaat eronder doen, want ik vond het toch uiteindelijk toch wel een beetje, ja, hoe moet ik dat zeggen? Hij is leuk, maar ik wou eerst de katalysator eruit halen, maar dan krijg je weer gecijkerd soort aangehouden en zo. En ik wou pops en bangs. Alleen ja, we hebben hier in de omgeving dus iemand rijden en die heeft constant pops en bangs. En ik heb mijn ramen open, het enige wat je hoort, de hele dag door. Ja, ik weet echt niet waarom, maar fucking irritant. En dat heeft me echt mijn ogen laten openen van, fuck man, pops en bangs zijn fucking irritant eigenlijk. Ik bedoel, het is hartstikke leuk en cool, maar ik heb liever gewoon dat je hem vol reft en dat even prp doet, weet je wel. En dat je dan gewoon doorschakelt of zo. Dan echt, als ik in mijn 3 nog geen 30 rijd, dat hij al allemaal knalt, weet je wel. Uiteindelijk gaan we dus een volledige sportuitlaatronde doen, zodat je dus echt die, ja, niet pops en meer pruttel, weet je wel. Het is gewoon prp. Ja, vind ik gewoon veel beter. En ja, wat moet ik nog noemen, joh? Er gaat nog zoveel aan gebeuren. Natuurlijk komt er een Hondata in. We gaan even kijken. Full throttle shifting gaan we doen. Dat houdt dus in dat je vol gas kan blijven geven terwijl je koppeling intrapt en dan schakelt. Dat wordt gedaan voornamelijk zodat je dus je throttle plate, dus je gasklep, die kan je gewoon open laten staan, waardoor je dus geen turbo boost verliest en dat soort dingen. Dus dat is sowieso iets heel vets waar ik naar uitkijk. En wat we ook gaan fixen aan deze auto, is de refhang. Want als je dus gas geeft, zie je, hij blijft heel lang hangen als je gewoon gas geeft. Hij blijft gewoon, weet je wel. Terwijl, ja, ik hou echt wel van gewoon actief doorschakelen, dus ja, ik vind dat gewoon irritant. Dat moet veel sneller omlaag, om het zo te zeggen. Je hebt het vooral tijdens de rij natuurlijk niet meer als je stilstaat, maar
Ja, en wat nog, nog zoveel meer. Waar wil ik beginnen? We gaan non-data installeren, zoals ik net ook al zei. Dan gaan we de traction control gaan we aanpassen. Want deze auto die heeft dus een afschuwelijke traction control. De traction control is zo geregeld bij deze auto dat als je dus slippende banden krijgt, dan sluit hij dus je gasklep een stukje te veel. En dan gaat het eigenlijk, weet je wel, omdat hij hem eigenlijk inhoudt. Want hij laat die turbo afspoelen in boost, waardoor je dus heel erg stottert en dat soort dingen. Dus ja, dat is fucking kloten. Maar met een non-data kan dat gefixt worden. Ja, wat gaan we nog meer doen? Ik vergeet sowieso nog wel een paar dingen, want er komt ook zoveel aan. Maar in ieder geval, we gaan voor de minimale 400 pk. En ik richt eigenlijk meer op 450. Maar 400 is voor mij dikke prima. Daar ben ik gewoon mee tevreden. Dus ja, ik ben benieuwd. Ik bedoel, in principe ben ik niet zo'n hele agressieve rijder op het gebied van, oh, bij een stoplicht, weg, weet je wel. Dus ik ben best wel aardig voor het blok. Ik bedoel, het enige wat ik zou doen is op de snelweg even terugshiften en dan gaan, weet je wel. Dat geeft ook wat minder stress aan de motor zelf. Dat je hem niet zo hard laat klapperen en alles. Launch control zouden we in principe kunnen doen. En ja, en natuurlijk gaan we hem naar octane, ja, in de US 93, maar hier in Nederland 98. Omdat de octane waardes anders zijn. Hier is de benzinekwaliteit gewoon beter. En ja, in de US dus niet. Dus ja, om die reden heb je ook heel vaak dat Amerikaanse auto's net even wat minder pk's hebben. Als je ze vergelijkt met Europees en Amerikaans. Omdat simpelweg de benzine daar slechter is. Dus dan kunnen die motors minder hard. Dus hetzelfde als deze Honda Type R. Deze heeft 320 pk. Terwijl die in Amerika 306 pk heeft. Dat is puur omdat de benzine daar gewoon slechter is. Kunnen ze hem niet hoger krikken dan dat. The more you know, hè. En ja, voor de rest gaan er gewoon nog wat meer dingen aankomen. Zoals ik ook al zeg, sommige dingen die gaan gewoon komen in het traject als het volgt. En ja, sommige dingen kan ik ook niet even zomaar opnoemen, puur om het feit, omdat ik nog niet zeker weet of sommige dingen echt rond gaan komen. Maar ja, ik wacht gewoon even op betere weer. En ja, misschien als jullie tot zover hebben gekeken, weet iemand van jullie, want ik ben bezig met een video dat ik met een Humvee, ik weet niet of jullie weten wat dat is, dat is een Hummer, een militaire Hummer, om het zo te zeggen. En ik zoek eigenlijk een soort van plek waar ik even kan ragen met zo'n ding, weet je wel? Ik wil er graag een video over maken, maar ik zoek eigenlijk gewoon echt een off-road circuit die eigenlijk een beetje openbaar is. Of ja, ik vind het ook niet erg om er wat voor te betalen, weet je wel. Maar ik wil gewoon graag een plek even waar we even tekeer kunnen gaan met zo'n auto. Zonder al te veel gezeur. Want zoals jullie weten, ik ben erg zwart-wit, dus ik hou het graag in de lijntjes. Kloten van die schade. Ik ga de video hier eindigen. Maar jongens, don't be surprised, er komen meer video's aan. Alleen voorlopig is het even rustig. Ik bedoel, ik woon ongeveer 10 minuten van mijn werk af. Van mijn kantoor en het is letterlijk daarheen werken, thuiskomen en het is alweer avond, weet je wel. En natuurlijk gaat het allemaal veranderen, alleen ja, ik moet nog even een paar dingen regelen. En als die dingen afgerond zijn, dan heb ik ook daadwerkelijk ja, meer geld om leuke dingen te doen en te kunnen aanpakken, om het zo te zeggen. Dus ja, jongens, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Ik vond hem minder leuk, want ik ben achter die schade ben ik net gekomen. In principe, ik snap het is alleen maar blanke lakschade, maar ja, hoe kut is het als je een nieuwe auto koopt en iemand maakt schade zonder dat je weet waar of wie het is geweest, weet je wel. Is gewoon jammer, is gewoon zonde. Dus ja, ik ga daarvan door. Dankjewel voor het kijken. Bedankt voor de support. Voor iedereen die nog steeds hier is. 780 abonnees als ik me niet vergis. We gaan knijterhard. Ook al zeg ik het zelf. En ik weet, jongens, je hoeft het echt niet in de comments te zetten. Want ik weet, de laatste tijd is de content wat minder. En ja, weet je wel. Ik bedoel, zoals ik ook vaker heb gezegd, ik doe momenteel heel veel. En normale mensen die doen er geen YouTube naast, weet je wel. Die doen het gewoon. En ik doe er ook nog meerdere dingen naast, weet je wel. Dus ja, dat gezegd te hebben, ga ik hem nu echt afronden. Dus bedankt voor het kijken, mensen. Mijn naam is Jack en ik hoop jullie bij de volgende video te zien. Dus tot dan. Woe!